Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag ben ik zover dat ik bijna op kan gaan nemen. Ik heb daar mijn werkbank, laptop staat er, een boel spullen van nog deels van de verbouwing. Hier onderin rails, dit is ook rails. Dat zijn nog wat projecten, die moeten eigenlijk ergens anders. Ook projecten, rails, lood. Oude huisjes van de oude baan die ik ooit gehad heb. Ik heb er net de vloer in liggen. De laatste keer dat ik dit gefilmd heb lag hier misschien nog tapijt en anders was het tapijt er net uit. En lag hier alleen op mijn hardboard. En hier overal met dingen nog bezig aan het ruimen en aan het ruimen en nog meer aan het ruimen. Bouwmaterialen, misschien dat ik daar nog wat van kan gebruiken. Server, wifi. Oude racebaan. En hieronder begint het leuk te worden. Mijn allereerste trein was een Pico. Dus die heb ik hier nog liggen. En daaronder ligt de Meano TGV. Kijken. Ik heb hier nog de andere locomotief, denk ik. Niet zo snel vinden. En dan de treinencollectie. Hier begint het met een paar wagons. En wat onbeduidende locomotieven. Ik denk niet dat ik ze allemaal langs ga. Dit is een Benelux locomotief, Benelux treinlocomotief. Wat Merklin hier, stoomlocomotief. Goed in beeld houden. Nog wat oude Lima treinen. Hier ligt een heleboel. En dit gaat 3 dozen diep. Hetzelfde geldt voor dit. Weer 3 dozen diep. En nog eentje. 3 dozen diep. Hoewel er een aantal op zijn kant staan. Maar dan nog. Dit zijn meer restjes en projecten. En sommige zijn hier al van gedaan. Je hebt veel Lima of onderdelen. En hetzelfde geldt hiervoor. Oeh. En deze? Nee. Deze kan nog bij de verhuizing tevoorschijn. Zo. Dus dit zijn de 2 houten tafels die ik eerder voor een baan heb gebruikt. Ik denk dat ik nu wat anders ga doen. Het zal langs die muur gaan komen. Ik hoop binnenkort. Misschien volgende week alweer eens een keer een projectje op te pakken. Voor een reguliere aflevering. En tot die tijd... Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.